Er is hier momenteel, vanaf vandaag tot en met zondag, hè, een toernooi bezig. Kan je uitleggen, want het is een kwalificatietoernooi voor het WK in 2020, hè? Ja, dat klopt. Dit is een, eigenlijk zorgen ze met de Wereld Cricketbond zorgen ze nu voor dat alle landen een kans maken om zich te kwalificeren voor het WK. Nou, deze serie begint nu met 18 Europese landen, verdeeld over 3 pools. En de top 2 van elke pool die gaat door naar een toernooi volgend jaar. En die spelen dan met z'n zessen onderling weer tegen elkaar. En de top 2 daarvan die gaat weer door naar een volgend kwalificatietoernooi waar waarschijnlijk ook Nederland wel aan mee zal doen. Ja, want dat vind ik wel opmerkelijk. Nederland doet niet mee aan dit toernooi en toch wordt het hier georganiseerd. Hoe gaat dat in zijn werk dan? Ja, de Nederlandse Cricketbond die heeft eigenlijk gepitcht op het toernooi om dat te organiseren. We hebben goede velden in Nederland. Dus bij 6 clubs in Nederland, ook bij Excelsior 20 bijvoorbeeld in Schiedam hier in de regio, wordt ook gespeeld. Goede faciliteiten, goede organisatietalent over het algemeen in Nederland. Dus daar hebben we het op gewonnen. Wat kunnen we zeggen van het niveau eigenlijk? Want Gibraltar is hier onder andere. Guernsey, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Een eilandje tussen Engeland en Frankrijk. Hoe moeten we dit niveau een beetje inschatten? Ja, dat hangt er heel erg vanaf. Er zitten 18 landen, dus er zit best wel veel verschil tussen. Ik denk dat sommige landen waarschijnlijk wel heel goed in de topklasse mee zouden kunnen komen. Maar er zijn ook een paar landen die wel in de hoofdklasse, die er net onder zit. Of misschien nog wel een klasse daaronder qua niveau zitten. Dus er zit wel veel verschil, denk ik, in kwaliteit tussen. Ja, dus als VOC speelt tegen Gibraltar, wint VOC normaal gesproken? Ik heb ze vanochtend gezien en ik denk dat we wel zouden winnen, ja. Waarom vinden jullie het leuk eigenlijk om gastheer te zijn? Nou, het is leuk om op je eigen faciliteiten zo'n mooi groot toernooi te hosten. We hebben een graswicket. Daar zijn, wat ik net al zei, 6 andere clubs of 5 andere clubs die dat ook hebben. En dan is het ook mooi om internationale wedstrijden hier te hebben. Ze zijn natuurlijk niet zo aansprekend als de wedstrijden van het Nederlands elftal. Maar het is toch leuk om hier dat soort landen te zien. En zij vinden het ook super gaaf om hier te kunnen spelen. Want in hun eigen land spelen ze gewoon op kunstgraswickets. Ja, want ik sprak net met Butler, de captain van Guernsey. Hè? Die zei ook, ik vind het wel bijzonder, want je hebt hier voetbal, je hebt hier cricket, je hebt hier alles, heel veel mooie faciliteiten. Ja, nee, dat klopt. En wij zijn ook super trots op wat wij hier natuurlijk bij VOC hebben. Maar er zijn ook andere clubs met hele goede faciliteiten in Nederland. En in heel veel landen hebben ze dat niet die hier zijn. Dus dan zijn ze al blij als ze op een achterafveldje ongeveer kunnen cricketen. Dus wat dat betreft hebben we ook wel wat te bieden. En ik denk ook dat dat de reden is waarom Nederland het toernooi heeft gekregen. Ja, het is volgens mij, heb ik het idee, voor die landen vooral een mooi avontuur. Hè? Want ze hebben niet de illusie dat ze het WK gaan halen. Het kan bijna niet. Maar laat zo zeggen, de kans is er in ieder geval. En als je bij voetbal kijkt, is de kans er bijna nooit. Want kijk, een land als San Marino of Gibraltar, die zullen nooit gaan kwalificeren vanuit zo'n groep. En die hebben maar als ze onderling zouden spelen, hebben ze in ieder geval de kans om een keer weer nog een niveautje hoger te gaan. En zo moet je het denk ik ook wel een beetje inschatten.